Goedemorgen. Het is vandaag zondag en het is zo vroeg. Nesim slaapt nog. Ik heb vandaag afgesproken met Esmee om te badmintonnen. En wij zochten eigenlijk heel lang een nieuwe hobby. En we willen graag samen sporten, maar we vinden fitness niet zo leuk. En ik hou het ook nooit zo lang vol, dus we dachten we gaan gewoon badmintonnen. Ze heeft het echt heel lang gedaan en is het daarna mee gestopt. En het is weer na een hele lange tijd dat ze weer gaat badmintonnen en ik ga mee, want ik denk dat ik het wel heel erg leuk ga vinden. Ik weet wel dat ik tennis echt heel erg leuk vind, maar badmintonnen lijkt me ook leuk. Dus ik ben nu eigenlijk aan het wachten dat ze me ophaalt en daarna gaan we erheen. Goedemorgen! Goedemorgen, Lira! Goedemorgen, Dinar. Dinar. Hi. Hi, Bibi. Hi. Mooi, hoor. Is trouwens mijn outfit. Ik heb Adidas schoenen, een Nike jogging en een shirtje van de Pri. Speciaal voor het sporten. Ik ben inmiddels aangekomen bij de zaal. Ik heb een raket gekregen van SP. En wij gaan beginnen. Okay. Jongens, het gaat een soort van goed. Kijk mijn hoofd. En ze hebben helemaal nergens. Goed, hè? Ze hebben helemaal nergens last van. Kom eens één keer met je hoofd. Kijk één keer mijn hoofd, kijk één keer haar hoofd. Nergens last van. Net thuis van badminton en ik heb even een ontbijtje gehad en ik ga even zo snel douchen eerst. Maar ik ga zo een broodje eten met avocado en ei met feta kaas. Als eerst ga ik avocado pureren. Ik doe er een klein beetje citroen doorheen. Een beetje zwarte peper. Chili peper. En dan ga ik er twee eitjes pakken. Ik doe geen zout bij, alleen een beetje peper. Eerst even de eitjes bakken. Dan doe ik er de zwarte peper doorheen. En dan gaat de feta doorheen. Ik ga alvast mijn broodje smeren met avocado. En ik heb de feta kaas over de ei heen gedaan. En nu ga ik hem omdraaien. Zo, ik heb de avocado erop gesmeerd. Ik wil ook nog een beetje cherry tomaatjes erbij. Ik vind deze cherry tomaatjes van de Albert Heijn echt super lekker. Zo, en nu de ei eroverheen. Zo, en dit is het eindresultaat. Dit ziet er zo heerlijk uit, maar het ruikt ook echt super lekker. Ik ga hier echt even van genieten. En daarna ga ik even snel een video editen, online posten. Ik heb net lekker gedoucht en mezelf een beetje gefascineerd. Ik had geen zin om mijn haar helemaal te doen, dus ik heb het maar een beetje vast gedaan. En ik heb nou zo'n lounge set aan. En deze is van Pretty Little Thing. En ik vind hem eigenlijk best wel chill. Hij zit echt fijn, dus ik ga hem lekker aan. En het is toch een beetje frisjes buiten. Ik zie nou wel dat de zon opeens weer schijnt. Ik hoop niet dat het alweer te warm wordt voor dit setje. Maar voor nu is het goed. Ik heb deze ring om met... En met de letters N en M erop. Ik vond deze echt zo cute. En ik heb mijn nieuwe oorbelletjes in. Dat is het. Ik ga nu mijn auto pakken en dan ga ik vertrekken. Ik wil eigenlijk vandaag heel graag een pedicure. En ik wil ook een manicure eigenlijk. Ik ga even kijken wat er van gaat komen. Ik heb denk ik mijn raket niet zo goed vastgehouden. Ik heb echt last van deze arm.
Oh, ik heb eigenlijk last van mijn beide armen. Vooral tijdens het sturen voel je dat echt zo goed. Ik heb het nu weer te warm trouwens. Geen goede outfit dit. Wij zijn nu lekker aan het lopen bij het water. We houden eigenlijk bij Brechtje eten. Maar de keuken is pas om 5 uur geopend. Wat ook een beetje logisch is, maar het is nu 4 uur. En we hebben echt trek, dus wij gaan even iets verderop lopen. Gaan we kijken of we daar wat kunnen eten. Dit is onze bestelling. We hebben sarma, shakshuka, is met aubergine en zo. Bruschetta. Oh, is de kleine uit dan de vorige keer. Zandtartaar en kasser, als ik het goed uitspreek. Wij zijn dus lekker uit eten geweest. Het was heerlijk bij het tentje. Maar ik ben echt zo moe. En ze ogen, ik kon gewoon geen woord tegen elkaar zeggen. Maar ik moet zo moe voelen. Dus we dachten, we gaan even lekker het dutje doen. Dus we zijn nu inmiddels bij haar thuis. We gaan nu lekker gewoon een dutje doen samen. Dus nu volgens mij Kenji aan het voeren. En dan gaan we lekker pitten. Als ik wakker ben, hoop ik dat ik wel meer energie heb. En dan gaan we even chillen, want het is echt toch vet vroeg. Het is 5:30 of zo. Dus ik zie jullie straks. Peace. Oké, ik ben inmiddels wakker. En ik heb echt een super lekkere dutje gedaan. Niet normaal. Hoe was jouw dutje, Esmee? Wat? Hoe was jouw dutje? Lekker man. Was echt lekker man. Echt lekker staan. Hoeveel schattig ons tafeltje eruit ziet. Lekker pannenkoekjes met Nutella, koffie en water voor mij. Eet smakelijk, baby. Eet smakelijk. Ik ben inmiddels thuis. Ik ga even mijn gezicht wassen en dan ga ik slapen. Ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Doeg. Goedemorgen. Het is vandaag dinsdag. Ik ben nu in Zoetermeer. En ik ga deze nagels fixen. Want ik ben helemaal klaar met natural nails. Want ik kan ze toch niet bijhouden. Ik ben niet de type die elke keer gaat veilen en doen. Zo wat er ligt. Dus ik ga mijn nagels gewoon fixen. Want ik heb woensdag een concert. En ik wil er gewoon leuk uitzien. Ik ga even kijken welke kleur ik ga doen. Dan ga ik het fixen. Ik heb trouwens een flesje water mee. Zonnebrilop. Vandaag is het gewoon echt plat haardag. Het zit voor geen meter. En mijn nepwimpers waren op. Dus ik heb geen nepwimpers op. Oké, ik wil nu eigenlijk heel blij filmen. Dat ik nieuwe nagels heb. En ik ben daar ook echt oprecht heel erg blij mee. Ik ga straks even een andere belichting filmen. Maar ik ben echt keipissig nu. Ik heb net gewoon echt ruzie gehad met een fan, weet je. Ik hou echt niet van asociale mensen. Kijk, die fan die gaat dus naast mij parkeren. Ik ben heel netjes geparkeerd. Ik heb een kleine auto, niks boeiends. Hij staat ook netjes geparkeerd, maar hij is best wel vol, weet je wel. Dus wat hij doet, hij doet de deur open en hij kan er natuurlijk niet in. Dus hij smijt het keihard tegen mijn auto aan. Kijk, ik heb niet de nieuwste auto, oké. Maar je moet niet je deur zo asociaal keihard tegen mijn auto aansmijten. Dus ik stap eruit en ik tik op zijn raam. Ik zeg, vind je normaal of zo? Hij zegt, ja, maar anders kan ik er niet in. Maar het is niet mijn probleem dat jij niet in je auto kan, omdat jij gewoon vol bent. Het is niet mijn probleem, dan moet je niet tegen mijn auto zo hard aanknallen. Sorry, maar ik ben echt pissig. Oh mijn god. Ik was net blij met mijn nagels. Ik ga even afkoelen en dan kom ik straks bij jullie terug. Ik heb net een smoothie gekocht. Met een broodje. Ei. Ziet er echt lekker uit. Inmiddels ben ik een beetje afgekoeld. En ik heb net lekker gegeten. Dus mijn maag is vol. Ik ben nu bij Dermakliniek. Want ik heb hier zo een afspraak. En Michel kwam zo hier langs. Ik ben net klaar bij de Dermakliniek. Zo, zweet me dood. Michel Bronx was langsgekomen. Echt super gezellig. Zijn make-up was on fleek. Maar die moest haar natuurlijk helemaal eraf halen om te kijken naar zijn huid. Hij heeft gelijk een soort van peeling gehad. En volgende keer krijgt hij carboxybehandeling. Dus daar ben ik echt heel erg benieuwd naar. We zijn ook een beetje live geweest op Farim's Beauty Space. Was super gezellig. En ik ben eigenlijk net klaar. Hij is net weg. En ik ga nu richting Honey om daar even wat te drinken. Want die woont hier in de buurt. En daarna ga ik even rustig door naar huis. En dan komt Nessie thuis. Maar het is nu inmiddels 5:45. En ik heb nog 3 uurtjes om even wat voor mezelf te doen. Ik ben inmiddels al best lang tijdje thuis. Maar ik was vergeten nog mijn vlog af te sluiten. Want ik heb hem net proberen editen. En toen zag ik dat ik nog niet had afgesloten. Maar ik wil nog even iets laten zien voordat ik de vlog afsluit. Ik ben dus vandaag naar de Easy Party geweest om Queen Darcy lesjes te halen. Ik gebruik altijd deze van haar.
En dat is Nila. Die vind ik echt de mooiste van haar. Een kutje gekregen van Queen Tarzi. Met mijn favoriete wimpers. Dit is Nila en dit is de nieuwe. En die is echt heel natuurlijk. Dat is Ella. Maar deze is echt mijn favo, jongens. En ik heb er ook nog de lijm bij gekregen. En dat is echt mijn favo lijm ever. Dus ik heb dubbel zoveel geluk vandaag. Want ik had echt net wimpers nodig. Want ik heb al heel lange tijd niks besteld. Dus ik ben hier echt heel erg blij mee. En ze zijn echt kwalitatief ook echt goede wimpers. En daarnaast hebben we bij Easy Party nu 25% korting op alle Queen Tarzi lashes. Dus als je wat nodig hebt, kan ik het nu bestellen. Dus ik hoop dat jullie deze vlog een beetje leuk vinden. En ik zie jullie bij de volgende vlog. Doei doei!